De medewerkers van houthandel Kemperink in Albergen hebben al jaren geen bouwvak meer. En werken dus gewoon door in de zomer. Ja, het is continu. Het blijft gewoon doorlopen. En je zit dus niet op een gegeven moment dat je 3 weken dicht zit en dan alles weer op moet starten. Het blijft gewoon langzaam doorlopen, zeg maar. Dus je loopt ook niks mis. Ook in Hengelo schilderen deze schilders gewoon door. Het werk kan natuurlijk niet 3 weken ophouden. Dus het moet gewoon doorgaan. Deze bedrijven zijn nu nog in de minderheid. Maar er zijn steeds meer bedrijven die ook gewoon doorwerken in de bouwvak. In heel Nederland gaat nu 1/4 van alle bedrijven door in de zomer. Maar dat percentage ligt in Overijssel nog wel ietsjes lager. Er is in het oosten meer bouwvak als in het westen. Alhoewel we ook hier zien een duidelijke trend dat die bouwvak verlegd gaat worden. En dat er gewoon doorgewerkt gaat worden. Wij hebben dus een product waar dus echt de zomerdag verkocht wordt. En als je dan nog 3 weken bijvoorbeeld dicht gaat, loop je natuurlijk wel ontzettend veel mis. Door de economische crisis is de bouwvak nu extra snel aan het verdwijnen. In de afgelopen periodes van deze crisis hebben we heel veel ontslagen gezien. Heel veel bedrijven die failliet zijn gegaan. En de meeste van deze mensen, en dat is naar schatting op dit moment zo'n 100.000, werken als ZZP'er of als uitzendkracht in de bouw. En deze mensen kunnen zich met de tariefstelling zoals die op dit moment is, niet veroorloven om thuis te zitten. Dus die moeten wel doorwerken? Die moeten gewoon doorwerken. Door de crisis lijkt het nu dus definitief gedaan met de bouwvak. En dat vindt de FNV een positieve ontwikkeling. Wij vinden bij FNV Bouw dat mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze op vakantie gaan. De bouw is ook aan het vergrijzen, dat is 1 punt. Dat zijn vaak mensen van rond de 50 jaar en daarboven. Dat houdt in dat meestal de kinderen al het huis uit zijn. En dat betekent ook, dan is er eigenlijk geen reden meer om te zeggen van waarom moet die man nou per se gedwongen worden om 3 weken in de duurste periode van het jaar op vakantie te gaan. Het zal nog wel even gaan duren voordat de bouwvak helemaal verdwenen is. Maar 28 jaar nadat de bouwvak officieel werd afgeschaft, lijkt het nu toch echt een aflopende zaak.